Hoe ziet het exterieur van de nieuwe Opel Vivaro ER uit en welke mogelijkheden zijn er? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een open systeem of met uitleg over een open model zoals deze. Nou, bekijk je ons kanaal voor het eerst, van harte welkom, maar vergeet niet om abonnee te worden. Dat kan heel makkelijk via de knop die in het scherm komt te staan. En zo blijf je op de hoogte wanneer wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video uitleg geven over het exterieur van de Opel Vivaro E. Welke uitvoeringen zijn er? Waar moet je op denken? Welke opties zijn er mogelijk? En op welke manier kun je de auto weer opladen? Daarnaast hebben we ook nog een video gemaakt over het interieur en over de bediening van de Opel Vivaro E. Die zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust ook kunt bekijken. En je bent natuurlijk ook van harte welkom om bij ons langs te komen waar wij de Opel Vivaro ook hebben staan. We kunnen natuurlijk alle informatie geven en natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Bekijk alles ook op onze website www.liewesroden.nl. Nou, en hoe ziet de Opel Vivaro E eruit en welke mogelijkheden zijn er? Dat laat ik je nu zien. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video een uitleg geven over het exterieur van de Opel Vivaro E. Nou, en hier zien we dus het model. Het model die we hier zien is de Edition uitvoering en dit is de lengte 2. Maar hij is leverbaar in verschillende lengtes en verschillende uitvoeringen ook. Hij is ook leverbaar eigenlijk in de lengte 1, in de lengte 2 en in de lengte 3. En daarnaast is hij ook leverbaar in een dubbelcabine en die is alleen leverbaar in een lengte 3 uitvoering. En hij is ook leverbaar in een platformcabine met verschillende opbouwmogelijkheden. De Vivaro E is leverbaar met twee batterijcapaciteiten. De 50 kWh en de 75 kWh. Nou, de 50 kWh die zal een rijbereik hebben van rond de 230 km. En de 75 kWh die zal een rijbereik hebben van 330 km. Hou daarbij wel rekening mee dat het dan berekend is met een leeg gewicht en ook geen aanhanger. En daarbij zit er uiteraard ook verschil of je de auto in de winter rijdt of in de zomer. In verband met de buitentemperatuur. Nou, het opladen van de Opel Vivaro E kan eigenlijk op drie verschillende manieren. Je kunt ervoor kiezen om de auto op te laden eigenlijk via gewoon de stekker. Ja, we noemen dat ook de huis, tuin en keukenstekker. Ja, hou erbij wel rekening mee dat het natuurlijk een hele lange manier is om de auto op te laden. Daarnaast is het ook mogelijk om de auto op te laden via een laadpaal met een type 2 stekker. De onboard charger van de Opel Vivaro E is 11 kW en deze kan in drie fasen laden. Hou erbij met het laden wel rekening dat natuurlijk de auto eerst even ontgrendeld moet worden. Dat geeft hij hier inderdaad ook aan. En daarnaast zijn hier ook nog verschillende symbooltjes. Wanneer het lampje blauw knippert, en dus dan gaan we op dit lampje, dan is het dus uitgestelde laadtijd. Dus dan is hij ingesteld dat hij dus later gaat laden. Als hij groen knippert, dan is hij dus aan het laden. Brandt hij volledig groen, dan is hij klaar. En brandt hij rood, dan is dus een foutmelding. Nou, de derde manier om hem te laden is eigenlijk via een snellader. En dat kan bijvoorbeeld naar de kant van de snelweg. En daarvoor heeft hij deze onderste twee ook nog nodig. En het woord zegt al, dat gaat natuurlijk het snelste. Dan moet u rekening houden dat bij een 50 kWh accu deze in 30 minuten weer voor 80% gevuld is. En bij de 75 kWh accu doet hij er 45 minuten over. En dan is hij weer voor 80% gevuld. Nou, zoals ik al zei, zijn er verschillende uitvoeringen leverbaar in de Opel Vivaro. Het model die we hier zien is dus de Edition uitvoering. Hij is ook nog leverbaar in een luxere Innovation uitvoering. Het grote verschil is dat hij ook alles in de kleur heeft gespoten. En daarnaast heeft hij ook een mogelijkheid door Apple CarPlay en Android Auto. Maar je kunt de Opel Vivaro E uiteraard helemaal naar eigen wens kun je hem samenstellen. En kijk daarbij voor alle mogelijkheden op onze website www.liewesroden.nl, waar ook de actuele informatie staat. Ook is het mogelijk om een trekker te plaatsen en deze heeft een aanhanggewicht van 1000 kg. Nou, je ziet dat de Opel Vivaro E is dus in verschillende uitvoeringen leefbaar en verschillende combinaties. En daarnaast zijn natuurlijk ook verschillende uitvoeringen, kleuren, etc. mogelijk. Nou, en ook de verschillende batterijpakketten die leverbaar zijn, maakt natuurlijk voor elk bedrijf geschikt. Kies je voor de 50 kWh, ja, dan hou rekening mee met een actieradius van rond de 230 km. Los van of er een aanhanger of gewicht in de auto zit. Maar vind je die net iets te weinig, dan is er altijd een mogelijkheid om naar 75 kWh te gaan. En deze heeft een rijbereik van 330 km. Nou, en ik hoop dat ik hiermee een duidelijk en helder uitleg heb gegeven over het exterieur en de mogelijkheden van de Opel Vivaro E. Zijn er nog aanvullende vragen, die kun je heel gemakkelijk hieronder intypen. Of stuur een mail naar klantencontact@liewesroden.nl, want we helpen je uiteraard graag. Mijn naam is Hendrik Liewes, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video en hoop ik zie elkaar dan weer. Tot dan!